In deze tiendelige videoserie gaan we het hebben over formatief handelen en hoe je dit concreet kunt inzetten in het klaslokaal. Bij formatief handelen gaat het om wat de docent en de student doet om het leren in kaart te brengen. Wat is het doel? Waar staat de student nu? En wat moet de student nog doen om verder te komen in het leerproces? Om formatief te handelen helpen de 10 principes van Rosenschein. In deze video gaan we het hebben over het maken van kleine stappen. Want waarom is het belangrijk om nieuwe stof in kleine stappen aan te bieden? Ons werkgeheugen wordt ingezet om informatie te verwerken. Wanneer we te veel informatie op een student afvuren, wordt het werkgeheugen overvraagd, waardoor studenten in de war raken en niet in staat zijn om die informatie goed te verwerken. Om overbelasting van het werkgeheugen te voorkomen, is het aan te raden om juist in kleine stapjes informatie aan te bieden. En daarnaast studenten te begeleiden bij het oefenen met deze informatie. Pas wanneer de student de eerste stap beheerst, bied je opnieuw een stukje informatie aan. Wat levert het jou als docent dan op? Nou, je voorkomt dat het werkgeheugen van de student overbelast raakt en daardoor de uitleg niet meer kan volgen. Daarnaast heb je elke keer nadat je nieuwe stof hebt aangeboden en studenten hebt laten oefenen, inzicht in de voortgang. Je hoort welke misconcepten er nog leven. En je kunt je uitleg afstemmen op de behoeften van de student. Hoe ziet dat er nou concreet uit? Een goede werkvorm om nieuwe stof in kleine stappen aan te bieden is de werkvorm Mindmap. Deze werkvorm is heel handig om de voorkennis te activeren, maar helpt je ook als docent om uitleg te geven op een heldere manier. Je kunt studenten doelgericht aan het werk zetten met één centraal onderwerp in het midden van de mindmap. Studenten maken vervolgens zelf een woordveld op basis van alles wat zij hierover weten. Studenten helpen dus niet alleen zichzelf, maar ook elkaar. Wil je meer tips of hulp? Ga dan naar nbomediawijs.nl slash werkvormen toe. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer!